Hier worden, hè? Hij wil gewoon altijd de beste zijn. En om de beste te zijn moet er wel keihard gewerkt worden. En bovendien legde de jury bij Michael de lat ook nog eens een stuk hoger. Ze willen zelfs deze week, ja, ze hebben het echt gezegd, een lift zien in zijn kuur. Dus Michael moest dubbel zo hard trainen. Elke week raast Michael met hoge snelheid over het ijs. En legt hij de lat hoger en hoger. Wat een vaart zat er in die kuren. Je schaast ongehoord hard over het ijs. Een hoge lift volgende week, dan geef ik je nu een 8. Weg aan de show, maak een show voor ons. Ja? 8. I think we are happy. Ja, yeah, I'm really happy and I think Michael did great. Vanavond schaats Michael op een super vrolijke en swingende klassieker. We schaatsen deze week op het nummer van Morikante, Jekke Jekke. Ja, we moeten veel dansen. Dat is mijn specialiteit, dat weten we inmiddels ook allemaal. Dus het wordt weer één grote lachpartij, denk ik. Naast lachen en dansen wil de jury deze week nog veel meer zien van Michael. Probeer nu voor mij voor volgende week een hogere lift. Ik wil ook graag die hele hoge lift zien, want dat kan je makkelijk, daar hoef je niet aan te twijfelen. Als ik er nog in zit, ga ik beloven dat ik een hoge lift eruit gooi. Hoogste prioriteit is nu deze belofte waar te maken. Michael moet hiervoor hard aan de slag. Op 16-jarige leeftijd is hij met hele andere zaken bezig. Ik was veel aan het sporten destijds. Ik was alleen maar met fietsen bezig, want dat was een heel belangrijk jaar voor mij. Ik vind altijd dat wielrenners bruine benen moeten hebben. Ik vind dat zo'n rot gezicht als een wielrenner zo'n kort broekje aan heeft en er zitten van die melkflesjes onder. Dus ik was eigenlijk altijd bezig om mijn benen en mijn armen bruin te krijgen. Ik stond te boek volgens mij als de renner met de bruinste benen van het peloton. Voor echte puberstreken heeft Michael dan ook geen tijd gehad. Zover ik weet heb ik nooit gepuberd. Nee, volgens mij moet ik nog in de pubertijd komen. Nou, voor Michael is dit het jaar, dat was 1988. En hij stond toen aan de vooravond van een bijzondere, succesvolle wielercarrière. Daar zit hij geloof ik nog op de motor, dus hij heeft al een flinke switch gemaakt. Ja, ja. In dat jaar is het nummer Jekke Jekke van Morikante een waanzinnige hit. En iedereen danst en leeft zich helemaal uit op dit uitbundige vrolijke nummer. Een nummer vol goede herinneringen waarmee Michael Bogert niet alleen op de wielen, maar ook op het ijs fantastisch kan scoren. Samen met zijn schaatspartner Daria. Is hier Michael Bogert. Nou, Michael, ik denk toch dat er een hoop mannen jaloers op jou zijn als je dat zo ziet. Het was voor jou een beetje ook een snoepwinkeltje, dat je dus al die vrouwen een beetje... Ja, dat was wel leuk, ja. Ik heb wel van genoten. Maar je had de vaart erin of dat je zelf op de fiets zat, dat je ging als een speer. Ja, het was echt een heel snel nummer, dus ja, je moest echt eigen gek schaatsen. Als ik één slag oversloeg, dan waren we te laat binnen. Dus ik had echt het idee dat ik
een of andere wereldbeker 3 kilometer aan het rijden was. Maar hoe hard is dat werken voor jou? Want kijk, hier moet je achteruit. Hier ga je nog niet zo hard, maar bij de volgende zie ik in één keer zo snel gaan. En is het nou makkelijk om te trainen voor jou, Michael? Want dat willen we natuurlijk allemaal weten. Nou, dit zijn best wel moeilijke nummers voor mij om te trainen, omdat we moesten ook een dansje leren. En daar ben ik al 2 dagen mee bezig voordat ik dat erin heb. Dus ja, dan kom je eigenlijk weinig tot schaatsen toe en dat vind ik wel jammer. Maar het is ook wel weer leuk. Ik heb wel plezier gehad en ook heel de training, heel de week eigenlijk met de training heb ik echt wel gelachen. Ja, ik begrijp dat als ik het zo zie zitten, half bloot hier op de bank, heb je heel veel lol gehad de afgelopen week, Michael. Maar ze ziet er trouwens prachtig uit. Dara, you look wonderful. With all the feathers and the glitter and the glamour, I love it. Pocahontas of niet? Ja, een beetje Pocahontas, ja, maar wel mooi. Nee, ze ziet er prachtig uit. Ik denk dat het tijd wordt voor de jury. Nen staat al heel gewillig te wachten met een lekker ijsbeertje voor jullie. En heel veel succes, dankjewel. Michael en Daria. Nou Michael, deze hoeft in ieder geval niet meer gereanimeerd te worden. Deze doet het nog, maar ik weet je, vind het zo schattig. Nou, wordt er van je gevraagd om te liften. Je lift en dan ben je klaar, is het nummer klaar en dan laat je er vallen. Ja, echt ongelooflijk. Bij het meest simpele laat ik er vallen. Maar van de week gingen we ook al een keer op ons giegel met dit ding. Ja, niet zoiets van, ik ben klaar, laat maar zitten. Zo, boom. Ja, nee, het was toen ook. Maar ja, we hebben zoveel vaart en het is zo moeilijk om te remmen. Dus ik stond een beetje wiebelig. En... Ja, het gaat heel hard en dat heeft de jury al meerdere malen gezegd. Van Michael, wat ga je als een speer? Maar of dat dan te goede komt, is een ander verhaal. Sita, jij weet als geen ander hoe hard het kan gaan. Nou, je gaat elke keer als een speer, nu weer. En ik vind dit een verschrikkelijk nummer. Maar nu ik dit heb gezien, zal ik hier altijd weer aan terugdenken met heel veel plezier. Want wat was het leuk. Ook je dansen, vol overgave, soms niet helemaal in de maat. Maar het was heel erg grappig, dat drummen zo. Nou, vond ik heel erg leuk. Dat was een beetje... Dat is duidelijk. Je was een beetje mayonaise aan het maken voor mij. Ja, het is carnaval, er is een beetje polonaise erbij. Ja, en toch? We hebben gevraagd om te liften en dat heb je gedaan. En nou, hij was afgelopen, dus die zien we door de vingers. Oké, het liedje was klaar, dus die mag. Ja. Jane. Nou, gefeliciteerd. Je hebt gedaan wat ik vroeg. Het was niet een hoge lift, maar een heuplift. En je eindigde ook met een lift. En gelukkig was het muziek afgelopen toen je haar liet vallen. Dus dat reken ik dan niet mee. Ik vond het deze nummer, ik kon zien dat je heel veel plezier had. Met mooie dames op het ijs, dat beviel heel erg goed. Was niet altijd syncopaat met de ensemble, maar je deed heel erg je best. En ik heb heel veel genoten. Gelukkig. Nou, Michael. Je hoort het al, het werkt in je voordeel dat de muziek was afgelopen. Hè? Dus ja, dat gaan we dan nu aan de punten ook zien. Jane? 8. Een 8. Heel goed, Hein. Een 8. Ook een 8. Sita? Een 8. Een 8. Lekker. Mark? Voor de eerste keer, je hebt heel veel plezier gehad. En het was fun om naar jou te kijken. Een 7. Een 7. Oké. Hij blijft kritisch, daar is hij voor. Een 7,8 gemiddeld. En dat zet jou nu met Daria op een 2e plaats. Ben je daar happy mee? Jazeker. Ja, ik was wel blij dat ik dat nummer heb overleefd. Want het was echt een drama-nummer om op te schaatsen. Maar, ja, dat hoef je in principe niet meer te doen, mits je in de skate-off komt. Maar goed, daar kunt u voor zorgen dat dat niet gebeurt. Want de strijd op het ijs is definitief nu losgebroken. Uw steun is zeker hard nodig. Dus wilt u er zeker van zijn dat Michael in de race blijft? Bel dan 0909-1354 of sms Michael naar 4600. Dankjewel, Michael. Je hebt ons wel weer vermaakt, hoor.